Jo, man. Het is vandaag 15 augustus. Gisteren was er natuurlijk slecht nieuws in Den Haag, want het Indisch monument in Den Haag was beklad. Ja. Wat heet dat met u? Ja, kijk, het is natuurlijk een schandelijke gebeurtenis dat zo'n monument, waarin je slachtoffers herdenkt. Hè? Wij herdenken slachtoffers daar. Wij herdenken mensen die voor Nederland iets hebben gedaan. Niet voor een paar mensen in Nederland, maar voor heel Nederland iets hebben gedaan. En voor het Koninkrijk iets hebben gedaan. En als dat beklad wordt, dan beklad je eigenlijk heel veel. Dan is dat een daad van verschrikkelijke agressie die er gepleegd wordt op de mensen die willen herdenken. Ja. En dat is dus, in feite is dat een schande. Het is een morele schande, het is een gewone schande. Hoe je het ook wendt of keert, het blijft een schande. Het is hetzelfde als ik hier op het monument op de Dam allemaal hakenkruizen ga zetten. Dan voel je meteen aan, dat hoort niet, dat doe je niet. En dat gebeurt nu wel met het Indisch monument. Maar wat vindt u ervan dat er dus mensen zijn, bijvoorbeeld activisten, die dat weliswaar afkeuren, maar toch zeggen van ja, ze hebben eigenlijk wel een punt. Ik bedoel, het is geen dubbelzinnige afkeuring. Nee, het is geen. Nee, daarmee sanctioneer je geweld in feite. Je sanctioneert geweld. En dat wijs ik zeker als het gaat om het herdenken van oorlogsslachtoffers, vind ik dat. Weerzinwekkend. Ik weet niet welk ander. Ik wil wel een zachter woord gebruiken, maar dat wil mij niet te binnen schieten. Maar dat vind ik weerzinwekkend. Het monument is al iets. Is een monument waartegen je moet verhouden. Daar moet je je naar verhouden. Je moet kijken wat dat doet. Dat is de functie van herdenken. Herdenken, dan overwegen wij wat goed en kwaad is. Wij weten wel wat kwaad is, want dat herdenken we. Het kan best zijn dat er verschillende visies overheersen. Prima. Daarom ben ik historicus genoeg om dat te willen onderzoeken en om dat altijd in twijfel te trekken wat er wordt gezegd. Maar dat doe je natuurlijk niet met een bekladding. Dat is je mening halen met een pistool of je gelijk halen met een pistool op je hoofd. En dat moet je dus niet doen.